Goedemorgen traders, dit is de marktanalyse van woensdag 18 december 2019. Het is nu 11:30 in de ochtend. En dit is ook tevens de laatste marktanalyse van, van dit jaar. Pardon. Waarom? Omdat volgende week hebben we natuurlijk 2 dagen met kerstmis. De 24e, dus dat is de dag van kerstavond, is de DAX ook al dicht. Dus daar zal niet zo heel veel gebeuren. En de week daarna gaan we het... hebben ook weer oud en nieuw. Dus dat zijn normaal gesproken, ja, behalve vorig jaar, daar hadden we een heel rare decembermaand met een grote daling. Maar normaal gesproken zie je dat de volatility daar gewoon nog verder opdroogt. Dus dit is het laatste marktcommentaar. En we gaan in de eerste week van januari gaan wij verder. Tenzij er nou iets heel geks gebeurt, dan kom ik uiteraard even met een update. Goed. Wat was de situatie vorige keer? Als jullie nog weten, we gaan eventjes hier terug. Een aantal bars. Even kijken. Dit is nu. We gaan even een aantal bars terug naar de vorige. Zo, dat was die woensdag hier. Kijk, de uitgangssituatie was dat wij ervan uitgingen dat dit een dagbodem was. We gingen dus hier eerst omhoog en vervolgens hadden we dus een behoorlijke daling. Deze daling had dus een ander type kenmerk dan we zeg maar hier hadden, dan we hier hadden en ook hier. Waardoor we zeiden, nou dit kan wel eens een top zijn, een belangrijke top. Waarom? Ook omdat we in de weekchart echt qua telling aan het einde van de week zitten. Nou, dit was het punt waar ik toen aangaf van, nou niet short gaan, dit zal waarschijnlijk de mid-cycle low zijn en we moeten nu kijken hoe dat herstel tegen die daling in gaat. Hè? Want de daling of een beweging gaat nooit in één rechte lijn, het zijn altijd golven, dat zie je ook in die beweging omhoog. Dus we gingen ervan uit dat er in principe hoofdscenario een short trade zou aankomen, maar... En dat had ik ook heel duidelijk gezegd. We moeten kijken naar de aard van het herstel. Wat we willen zien is eigenlijk een correctief herstel. Dus we willen zien overlappende bars. We willen kleurverschil zien. Een beetje zeg maar zoals we hier zien. Maar dan de correctie in de opgaande markt. Dat willen we zien als herstel op die daling. We willen geen impuls zien. En we zaten dus met toch wel conflicterende signalen. Waarom? Omdat we hier op een bepaald moment een hele grote solide bar zagen. En toen gaf ik ook aan van nou, wat we eigenlijk nu willen zien is een daling onder die low. Voor een hervatting van de daling. Wat we niet willen zien is eigenlijk een daling of een stijging hierboven. En wat we zeker niet willen zien is een stijging boven de high. Want een stijging boven de high betekent dus dat ons uitgangspunt. Punt dat dit de bodem was en dat dit een lagere mid-cycle low was, dus feitelijk niet goed is. Stel we zouden dus hierboven uitbreken, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat deze bodem dus blijkbaar een dagcyclusbodem moet zijn van een soort hoge orde. Want ja, dit is dan natuurlijk een hele rare dagcyclus van een 1, 2, 3, 4, 5, 6 bars. Dus dit moet dan een bodem zijn van een soort hogere orde. Nou, we gaan even kijken wat we nu dus gedaan hebben. Kijk, we zien dat dus nu. De Dow is uitgebroken. Heeft dus weer nieuwe highs gemaakt. Met andere woorden, op het moment dat je zegt, dit is de bodem. En dit is een lagere, dus dit is eigenlijk een break van deze cyclusbodem. Dan zeg je eigenlijk... Dat zegt de theorie, dit is de top van de cyclus en dat veronderstelt dat je na een opleving nieuw lows gaat maken en dat die opleving niet boven deze top uit mag komen. Nou, dat doet hij wel, ergo het voorgaande scenario dat we dus nog een lagere low hebben en dat dit dus het vertrekpunt was van onze telling, kan dus niet juist zijn. Met andere woorden, deze bodem hier, deze bodem moet dus een dagcyclusbodem zijn. En dan is de vraag waarom
lijkt dit dan op een dagcyclusbodem en wat is dit dan? Nou, dan moet dit dus, dit is een soort vertekening, hè, want je ziet hier heel duidelijk ja, twee soorten of twee bodems. Maar dan kan er maar één de juiste zijn, dus waarom is dit dan vertekend? Dit komt voor die vertekening, en dat heb ik in eerdere vlogs dit jaar ook al een keer aangehaald, komt voor het moment dat je een bodem, een cyclusbodem van een hoge orde hebt. Nou, de week kan het niet zijn, want de week zit helemaal bovenin. En voor een bodem wil je dat die cyclusindicator onderin staat. Dus dan moet het een tweedaagse bodem zijn. Dus als ik nou rechts even naar twee dagen ga kijken, dan zullen we het ook zien. Kijk, hier zie je deze daling hier. Zie je, deze daling die leidt dus tot deze bodem. En je ziet hier, daar wordt ook het vakje groen. Dat betekent dat eigenlijk aan de setupvoorwaarden wordt voldaan. Dat is iets voor de traders die de cursus hebben gedaan. Maar hier, dit is dus eigenlijk in de tweedaagse een koopsignaal. Hier zie je ook dat die quick indicator keurig een koopsignaal geeft. Dus deze low hier, dit is dus tevens de dagbodem en de tweedaagse bodem. Met andere woorden, we tellen nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e bar van de lopende dagcyclus. Nou, het voordeel is, we weten in ieder geval weer waar we staan ten opzichte van de telling. Wellicht dat de kijkers die zeggen, ja, wat heb je nou aan die cyclustheorie? Dat die denken, ja, die cyclustheorie, dat is allemaal achteraf recht praten wat aanvankelijk krom was. Dat is ook ten dele zo. En ik heb dat ook al herhaaldelijk gezegd. De cyclustheorie is geen heilige graal. Het is een hulpmiddel. En omdat het een hulpmiddel is, het is een hulpmiddel om een soort route te bepalen, om een soort scenario te bepalen. Maar de invulling, de inkleuring van dat scenario, dus ik heb een idee dat ik naar links of naar rechts moet, maar ga ik daadwerkelijk naar links of naar rechts? Dat wordt dus door die price action bepaald. En die price action, dat is real time. En dat is dus een prachtige aanvulling op de cyclustheorie. En vandaar dat we ook elke keer gezegd hebben, nou, kijk eens even, we moeten niet alleen kijken naar deze beweging naar beneden, maar we moeten ook kijken, hoe die beweging omhoog gaat. Nou, we zagen hier dus op een bepaald moment impuls. En vorige week gaf ik dus ook heel bewust aan, we kunnen pas naar beneden gaan kijken op het moment dat die low van deze bar wordt gebroken. Dus de cyclustelling wat dat betreft was niet correct. Dat konden we niet weten, want ja, op het moment dat dit leidt een hele duidelijke breek van deze bodem. Maar dat betekent als je gaat traden dat het dus niet ergens om fout te zitten qua tellingen. Dat is vaak een soort opvatting, ja, als je analyse niet goed is, dan verlies je dus geld. Nou, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik moet mijn analyse als daytrader vaak dagelijks bijstellen. Soms binnen het uur zelfs. Maar dat betekent niet dat je geld verliest, omdat je juist heel goed naar die price action kijkt. Want de price action geeft heel goed aan wie is er nu eigenlijk dominant in de markt, de kopers of de verkopers. En hier zijn het duidelijk de verkopers in deze beweging naar beneden. En willen die verkopers dus dominant blijven, dan mag die correctie omhoog dus gewoon geen impuls vertonen. Nou, dat zagen we dus hier met deze solide groene bar, die vervolgens ook nog eens een keer meer dan 2/3 van deze afstand compenseert. Dat zagen we dus wel. Dus hier hadden we al een idee van, nou, dit is niet lekker. Voor een hervatting van de beweging naar beneden moeten we onder die low komen. En dat is gewoon simpelweg niet gebeurd. Nou, goed. Nu weten we dus dat wij hier een tweedaagse bodem hebben. En zo. Verandert dit nu iets aan het grote plaatje als we even uitgaan dat dit hier de weekbodem is? Nou, in principe nog niet, want we tellen nog steeds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bars in de weekchart. Misschien 18, misschien heb ik me net verkeerd verteld, maar zeg maar 18, 19 bars. Nou, met andere woorden, dat zie je hier natuurlijk ook al, die weekcyclus is behoorlijk volwassen.
En ik zie nergens halverwege iets wat op een bodem lijkt. Dus ik ga er nog steeds vanuit dat puur vanuit de telling van de cyclus, hè, hoe oud die nu is, dat de kansen dat wij in de komende weken, en dat zal dan eerder in januari zijn, dat wij hier een soort correctie gaan starten. Nou, zal ik het even netjes doen, zo. Dat die groter is dan dat wij nog wekenlang het opwaartse pad vervolgen. Maar dat is puur op basis van het feit dat de cyclus gemiddeld 20, 22 weken duurt, soms 23, en dat wij nu echt zeg maar tegen die 20 aan zitten, en dat je een keer weer terug moet naar een soort gemiddelde. Daarbij ondersteund ook door het feit dat je nu qua koers echt tegen die bovenste kelder aan zit, dat de afstand hier vrij groot is. En elke keer als we dit eindelijk zagen, dat zagen we hier ook, dat zagen we hier en dat zagen we hier, dat je dan toch een beweging krijgt van toch minimaal een paar weken terug. Nou, nogmaals, het is een algemene inschatting. We hebben uiteraard die price action nodig. Dus wat zorgt nou voor een scenario dat we zeggen, ja, nu kun je nou ervan uitgaan dat er een top is gezet. Nu is het handig om tegen die trend in te gaan. Nou, dat zou allereerst hier in de Dow een break zijn van die 28.200. Dus wat we dan minimaal willen zien, is dat zeg maar dit niveau, eigenlijk deze zone, zeg maar 28.200, 28.100, dat die nu met kracht wordt gebroken. Dus we willen hier minimaal eigenlijk een soort rode bar, die heel solide is, die al deze bars hier, dus deze, die allemaal gaat uitnemen. Dus je wilt nu eigenlijk iets, zoiets zien. Nou, kijk, dat is een scenario waar ik zeg, ja, daar is het interessant om hier op een relatief vroeg moment een put optie te kopen met als koersdoel minimaal, zeg maar, dit niveau. Nou, zolang dat er niet is, mag het nog zo volwassen lijken qua cyclus, maar ben ik absoluut geen koper van puts of ga short gaan of dat soort zaken. Mag je er dus van uitgaan dat wij, zeg maar, deze opwaartse korte trend, dat we die nog wat kunnen vervolgen. Het momentum is er nu natuurlijk, ja, een beetje uit. Ja, je ziet het kruipt allemaal hoger, maar kijk, we proberen al in 4, 5 dagen 100 punten, 200 punten hoger te komen. Het momentum kruipt elke hoger, maar we hebben gewoon een soort duidelijk signaal nodig dat de kopers weer agressief in de markt komen en dat zou dus hier zo'n failed break kunnen zijn, maar dat moet dan met een hele duidelijke, solide candle zijn. Zolang dat niet het geval is, is er geen teken voor een short. Teken voor een long is er ook niet, want we willen long gaan, altijd onderaan, aan het einde van de correctie en niet op nieuwe highs. Hè. Nieuwe highs, daar proberen we juist een positie deels te verkopen, deels te sluiten. En op nieuwe lows eigenlijk, in een opwaartse beweging, daar proberen we, mits we de correctie, het correctie-einde hebben, daar proberen we dan een long trade te pakken. Nou goed, laten we even kijken hoe het dan voor de Nasdaq is. Dat zal grosso modo hetzelfde plaatje opleveren, nu we ook weten wat de telling is. En we kunnen het hier ook even checken. En als we in de Dow zagen die tweedaagse bodem, dan zal dat in de Nasdaq zeer waarschijnlijk ook te zien zijn. Kijk, dit is de tweedaagse. Hier. Dat zie je ook hier. Hier zie je de laagste waarde van die double stochastics. Dus we hebben eigenlijk hier deze cycle. En we hebben dan deze cycle in de tweedaagse. Dus deze bodem hier, die we hier zagen, dat is dus de bodem van deze tweedaagse bodem. En met een prachtige bottoming tail bar. Gevolgd hier ook weer door een nieuwe highs. Nou, hoe ziet het er dan in de week uit? Switchen we even terug naar de week. Zo. Kijk, op het moment dat we ervan uitgaan dat die week dus hier is gezet, hebben we eenzelfde soort telling.
Je ziet ook dat die Double Stochastic al hele tijd lang bovenin staat. Dus ja, hier is eigenlijk hetzelfde scenario aanwezig, dat wij nu behoorlijk ver verwijderd zijn van de gemiddelden hier. Zoals we hier ook zagen. Hier en hier. En ook dat de telling behoorlijk volwassen is van de cyclus. Maar we hebben nog steeds geen overduidelijk bewijs van price action. Nou, wat hebben we hier nodig? Minimaal een solide daling eigenlijk. Idealiter onder 8500. Maar zolang dat eigenlijk niet het geval is, zie ik hier volgens nog geen duidelijk teken. Dus eigenlijk twee soorten scenario's. Of nu een ander puntje pakken. Of een solide daling hieronder. Zo. Of afstand nemen in de vorm van tijd. Dus dat betekent dat de koers eerst... Nee. De pen laat me vandaag een beetje in de steek. Even resetten. Kijk, ja, dit werkt. Kijk, of een scherpe beweging naar beneden. Dat is zeg maar één. Dan wel een, dat we hier bijvoorbeeld... Nee, nou zeg. Dan wel afstand nemen in tijd. Dus dat we hier een aantal bars krijgen, zeg maar overlap. En vervolgens dat we dan deze inside bars hier fors gaan uitnemen. Nou. En terwijl de pen allemaal een beetje raar doet, begrijpen jullie hopelijk de strekking van mijn verhaal. Dus eigenlijk twee scenario's. Of een scherpe daling. Dus dat is eigenlijk een soort V-top-achtig. Of we hebben gewoon afstand nodig in tijd. En dat dan die afstand, dat dan hier zeg maar een soort trading range hierboven. En dat die dan vervolgens wordt gebroken. Nou, zolang we dat niet hebben, is ook hier het scenario eigenlijk nog steeds opwaartse koersen. En jullie weten, een trend kan langer aanhouden dan je denkt. Dan je wenst misschien ook. Hoewel de randvoorwaarden steeds wat minder gunstig worden. Maar goed, daar hebben we juist die price action voor. Om ons eigenlijk ook te behoeden dat wij te snel tegen zo'n beweging ingaan. Goed, gaan we dan ook naar de Russell kijken. Die Russell, en dat zien we hier. Die is hier uit die week range gebroken. Nou, daar zagen we hier een soort kleine build-up. Dat was dus deze build-up. Daar had ik toen ook gesproken. Dus we weten dat de meeste uitbraken driekwart falen. Waarom? De koers komt eigenlijk van te ver. Zo'n build-up, zo'n pauze hier, zo'n trading range, dat is eigenlijk een goede voorwaarde om feitelijk uit te breken. Nou, dat zagen we hier. En in principe ligt het koersdoel voor die Russell ligt rond die nieuwe highs hier. Ook hier is natuurlijk sprake van een relatief volwassen weekcyclus. En ook hier, wat willen we zien? We willen gewoon overduidelijk bewijs zien van het falen van een voortzetting. Dus we willen eigenlijk zien dat die koers nu krachtig onder die 1640 gaat. Zolang dat eigenlijk niet gebeurt, is er onvoldoende bewijs om überhaupt ook maar te denken aan een short. Dus los van cyclustelling, want dat is dus, en dat haal ik misschien een keer, maar beter één keer te veel halen dan één keer te weinig. De cyclus geeft een indruk van waar je ongeveer staat op de kaart. Maar de price action is feitelijk de zuivere locatie. En geeft duidelijk aan of je nu naar links of naar rechts moet. En zolang die price action gewoon niet aangeeft dat er een duidelijke top gezet is, dan kan die cyclus voor mij wat 30 dagen lang zijn, dan ga je er gewoon niet tegenin. En ik ken genoeg traders die de cyclus wat dat betreft verkeerd gebruiken. Die zeggen, hij staat nu op bar 18 of 19, dus moet ik short. Nee, je moet pas short op het moment dat de price action heel duidelijk aangeeft dat een top zeer waarschijnlijk gezet is. Kijk, zekerheid hebben we natuurlijk nooit. Dat zag je nu ook 2 weken geleden. Toen leek het er heel sterk op dat de top gezet was. En je ziet vervolgens dat de markt dan toch iets anders doet. Dus dat soort risico's zitten er altijd in.
maar je filtert een hele hoop, tussen aanhalingstekens, domme trades uit, voorbarige trades, als je heel goed price action gebruikt en niet alleen maar naar de cyclus gaat kijken. Goed, laten we hier ook nog even kijken naar die VIX. We zien hier die ondergrenzen rond die 12. We zagen hier die spike. Kijk, en je ziet hoe snel het gaat. Die VIX kan gewoon zomaar verdubbelen. Dat betekent dat dus opties heel snel in waarde kunnen stijgen. Of dalen als je verkeerd zit. Maar die VIX, dat zie je eigenlijk elke keer. Die kan 2-3 dagen flink stijgen. En ploft dan meestal in elkaar. Dus dat zijn altijd momenten. Die VIX is geen buy and hold instrument. Het is niet zo dat je denkt, nou die beurs die moet nu omlaag. Dus die VIX die ga ik nu kopen en een aantal weken vasthouden. Meestal is het een dag of 1, 2 en dan is de pret alweer over. En we zitten nu weer op hetzelfde punt waar we dus eerder al even een beweging omhoog zagen. En ik gaf de vorige keer aan, kijk even naar de week. Kijk, het zou kunnen zijn hè, dat die week hier aan het bodemen is. En dat wij hier mogelijk een beweging omhoog kunnen krijgen. Maar daar hebben we eigenlijk opnieuw een uitbraak nodig. Een uitbraak zeg maar hierboven die 14. Daar moet die VIX dan minimaal boven komen. Zolang dat niet het geval is, is de volatility heel laag. Dat betekent gewoon dat er geen angst in de markt zit. En dat betekent dat die stijging gewoon voorlopig althans nog even kan doorzetten. Nou, ten slotte, als we naar de aandelen kijken. De DAX. Kijk, de DAX heeft het ons ook wel aardig moeilijk gemaakt. Waarom? Je ziet hier die fail break. Dus kijk, hier hadden we eigenlijk, dit was zeg maar de eerste tellingen. Hier dachten we, nou hier is een bodem gezet, vervolgens was dit de eerste daling. En in de Dow ging het vervolgens eigenlijk omhoog, een beetje zijwaarts en opnieuw hoger naar nieuwe highs. Maar in de DAX zagen we dus hier die daling. Dus hier dachten we, nou hier staat die top wel. En hier leek het er heel sterk op, omdat die correctie namelijk wel voldeed aan de kenmerken. Kijk, je ziet groen, rood, groen, rood. Dus deze beweging tegen deze candle in hier is heel correctief van aard. En toen gaf ik ook aan, nou hier zijn nieuwe lows waarschijnlijk. En die kregen we zelfs. Dus hier kregen we zelfs een nieuwe low, terwijl het in Amerika gewoon niet het geval was. Maar goed, kijk, die DAX die kan zich op relatieve sterkte basis wel even onttrekken aan het geheel. Maar natuurlijk niet wekenlang. Dus op een bepaald moment, terwijl de US naar nieuwe toppen maakte, zag je hier eigenlijk een afwijzing van de voorgaande low met deze flinke bottoming tailbar hier. En ook nu zien we in de DAX eigenlijk een hervatting naar nieuwe highs. Hoewel het wel moeizaam gaat. En je ziet eigenlijk de progressie van hier naar daar is minimaal. En als je naar de Nasdaq kijkt in de Dow, dan is dat veel duidelijker aanwezig. En hier zie je ook beter waar we en hoe we in die weekcyclus staan. Kijk, die weekcyclus begint hier. We zitten hier op 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bars. Kijk, en hier zie je ook heel duidelijk dat M-patroon hier. Dat M-patroon in de cyclus. Je ziet dat de top in de double stochastics is al duidelijk gezet. Hier. In de koers nog niet. En dat is eigenlijk een divergentie tussen koers en indicator. En het zou mij verbazen als wij vanaf dit niveau nu nog flink hoger gaan. Waarom? Omdat die double stochastics al heel duidelijk over de top is. Wat je eigenlijk meestal ziet op het moment dat die al zo ver is, is dat je hier eigenlijk pogingen krijgt om hoger op te komen. Je ziet eigenlijk dat elke keer ontstaan hier tails. Dus daar staan ze tussen 13.200 en 13.400 ontstaat dus duidelijk afwijzing.
En waar ik eigenlijk van uitga, is dat we uiteindelijk, en dat, ja, neem aan dat dat dan januari gaat gebeuren, dat we uiteindelijk hier onder die 13.000 gaan wegzakken, richting zeg maar 12.4 of lager. Maar nogmaals, ook hier is price action bepalend. Dus wat moet hier nu gebeuren qua price action? Kijk, en als we dus hier even kijken naar de recente price action, dus dit is de dag. Kijk, in de dag zie je eigenlijk een trading range de laatste 2 maanden tussen pak een beetje 12.9 en 13.4. Nou, dus je ziet dat de volatility in de DAX is ook behoorlijk gedaald. Er is eigenlijk één grote bar geweest en dat is het. De rest is eigenlijk allemaal ja, relatief klein. We hebben dus een bewijs nodig dat de controle naar de verkopers gaat. Dus dat bewijs dat moet komen door een of andere overtuigende bar, zeg maar met dit soort formaat. Een formaat van 200 punten of zo, een hele duidelijke, solide rode bar. He, want je kunt zeggen, is dit dan hier bijvoorbeeld al een uitbraak? Want we zijn hier boven die high gekomen met een bottoming tailbar of een topping tailbar. Dus je ziet hier, deze bar was eerst helemaal groen, verlies alle kleur. En nu lijken we hier weg te zakken. Dit zou al een soort failed break kunnen zijn. Hè? Dus dat we dus hier gefaald hebben om boven deze top uit te breken. Maar het is allemaal nog net iets te weinig. Ik wil eigenlijk zien dat we nu minimaal onder die 13.100 komen. Dus dat we deze beweging hier, die eigenlijk groen ingekleurd kan worden, dat wij die voor 2/3 wegpoetsen. Dus onder 13.100, daar begin ik echt wat bearish te worden. En dan wil ik ook best een trade aangaan boven dat niveau. Ja, wacht ik het eigenlijk rustig af. En dat is een van de kenmerken van traders. Wachten moet, staat hoog in de vaandel. Je wacht gewoon op trades die naar je toe komen, die heel duidelijk zijn. En je handelt niet op momenten dat je zegt, nou, het is eigenlijk hier niet heel duidelijk. Of het is misschien wel duidelijk, maar de verhoudingen tussen risico en rendement zijn niet goed. Nou, dus hier is het wachten op een daling onder die 13.100. Laatste dan nog de Bund. Goed, de Bund die was bezig met een uitbraakpoging. Want we zagen hier zeg maar de weekbodem. Hier, dat is dus deze weekbodem. We zagen in principe een mogelijk een hogere bodem hier. Maar we hadden eigenlijk een uitbraak boven dit niveau nodig. Dus als dit een hoge bodem is, dan hebben we een uitbraak boven de vorige toppen nodig. Nou, die is niet gekomen. We zagen dus een uitbraak juist hieronder. En toen gaf ik ook aan, nou, dan krijg je waarschijnlijk een hertest van die lows. Dat is gebeurd met nieuwe lows. Maar wat dan wel positief is, en op zich past dat nog in het hele bodempatroon van de week, is dat we hier dus een hele duidelijke afwijzing hebben. Dit is dus zo'n hele klassieke failed break. Dus de koers breekt onder de voorgaande low en veert dan krachtig op en laat hier eigenlijk een hele solide groene candle achter. Nou, dat is in beginsel gewoon heel bullish. Want dat betekent dat deze bodem hier op weekbasis, dat die blijkbaar wordt gekocht door traders. Maar nu moet er wel een voortzetting komen van het bullish verhaal. Met andere woorden, we willen nu dat die dubbele bodem hier, die we dus hier zien, dat eigenlijk deze range hier, dat is eigenlijk al een grote range, dat die wordt uitgenomen. Dus deze ene solide groene bar is een hoopvol teken, omdat die samenvalt met die failed break. Maar ja, deze staat volgens nog op zichzelf, dus die moet een vervolg krijgen. En eigenlijk zou ik willen opteren om pas long te gaan als we hier boven nu echt uitbreken. Dus zolang we hier niet boven uitbreken, ja, kan dit hier nog wel een tijdje doorzitten. Breken we wel uit, dus in de week is dat wat makkelijker te zien. Kijk, als we hier wel uitbreken, dan ligt het koersdoel gewoon heel makkelijk 2,5 punten, misschien wel 4 punten hoger, zelfs naar nieuwe highs zou je kunnen gaan.
Maar daarvoor moet je wel uitbreken. Geen uitbraak is eigenlijk status quo binnen de trading range. Ja, en dat is voor traders het minste het slechtste scenario in trading range. Want je hebt gewoon als trader altijd beweging nodig. En zonder beweging zijn er gewoon geen goede trades. Goed, ik denk dat de scenario's allemaal duidelijk zijn in deze wat langere vlog dan normaal. Dus tenzij er gekke dingen gebeuren, is dit de laatste vlog. Ik wens iedereen alvast, misschien een beetje vroeg, maar alvast fijne feestdagen toe. En hopelijk dat er geen gekke dingen gebeuren. En dat we in januari inderdaad een opleving krijgen van nieuwe volatility. En dat de geschetste scenario's die we nu even hebben doorgenomen, dat die wat dat betreft ook netjes uitkomen. Tot dan!